Hallo iedereen, welkom bij deze gloednieuwe video. We zijn hier is niet in Farming Sim of ETS. We zitten hier in Airport CEO. Dit is een luchthaven dat ik zelf heb zitten bouwen. Of ontbouwen zijn. Ja, het is redelijk groot. Ik zal even helemaal de overkant vliegen. Hier was ik juist bezig met al even voorbereiden voor hier nog 4 en dan hier nog 8 in totaal. En dan nog hier waarschijnlijk een paar hangars of andere dingen. Want ik denk niet dat ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hangars nodig heb. Nee, dat lijkt mij nogal straf dat ik die allemaal nodig heb. Dus dan moet ik even zien wat ik eventueel in de plek kan zetten. Ik zal even hier al. Omdat het eigenlijk al een redelijk grote luchthaven is, heb ik natuurlijk wel Simulate Construction en Simulate Materials afgezet. Omdat het eigenlijk. Er ging wel mijn moeite en worden eens gestoten vooruit, hè. Dus. Anders duurt het wel lang. Ik kan al ineens beginnen met mijn approach lights. Deze heb ik ook juist geplutst gehad, dus vandaar dat hier nog niks klaar op is. Hè. Deze zal ik departure mode of moest ik hem eigenlijk. Eigenlijk moet ik hem omdraaien, zeker. Ja. Kan ik die omdraaien? Direction? Ja. Oeh. Dat is wel handiger dan gewoon om te afbreken en omdraaien. Oké. Dus dan is dat hier voor take-off. En dan zet ik deze hier binnenkort voor de landingen. Zo zeg ik als de file wat minder is. Oei, dat zit al dubbel. Goed, oké. Eens kijken. Oké, ja. Come on. Dan nou die witte. Oh, saving, autosave. Allee, come on. Ja, dat duurt wel even. Hopla. En de witte vertrekt. En een Concorde land. Ja. Eigenlijk wil ik wachten totdat al die vliegtuigen weg zijn, maar aan de andere kant lekken ze precies alleen maar bij te komen. Stukje moeten weghalen. Voor dan hier zo'n toegangsding te zetten. Zodat je tenminste op de landingsbaan kunt. Nou, dat is misschien handig. Zou ik zo zeggen. Dat zou ik zo denken, hè, dat dat wel handig kan zijn. Ja.
take-off. Ah ja, oké. Okay. Oh, dus die is niet alleen take-off. Oh, nice. Dat was al een take-off. Ik weet niet wel van waar dat hier kwam, dat vliegtuig, maar oké. Okay. Want dat is allemaal enkel richting. What? Oké. Okay. Die Concorde is aan het wachten voor dat vliegtuig hier. En dat dan ook. Ja. En dat vliegtuig zal die Concorde ons wachten. Ja. Dat zijn twee vliegtuigen die over de landingsbaan gaan voor dan. Nice. Alleen landing. Hup. Take off. Alleen take off. Oh my. Al die vliegtuigen hier. Waarom zijn er zoveel vliegtuigen opgehoopt? Oké. Ik denk dat die nu allemaal aan het vertrekken zijn. When? Why? What are you all standing like that? We waren op een vliegtuig aan het wachten dat nu is geland. Verklaart het, hè? Nee? En dat is ook weer op een ander vliegtuig aan het wachten te zien. Ja. Dat is niet echt logisch volgens mij, maar oké. Okay. Al die vliegtuigen ontwachten zijn op een ander vliegtuig dat nu landt. Don't really make sense to me, but alright, I guess. Die heeft die landingsbaan ook. Approach lights? Dacht ik dat ze al eens echt opgezet gaat, maar oké. Okay. Okay. Even een korte onderbreking verder. Zijn we weer terug, hè? Dus ja, ik zal even laten zien hoe dat mijn luchthaven werkt. Op de moment kom je hier binnen met of de auto hier, of met een taxi, of met de bus, of een van de vier metro-ingangen die er hier liggen. Met dan kom je eigenlijk hier via deze oversteekplek hier binnen en dan zie je de check-in. Check-in is hier, met dan hier de security. Nee. Beetje security. Dat ik misschien nog wel zou moeten uitbreiden eigenlijk, maar... En dan hier... de... paspoort checks in en dit zijn de exits
En om een of andere reden trok een heel groot deel eigenlijk ineens van de security zo naar een uitgang. Dus ik denk dat ik wel wat meer security poorten ga moeten gaan zetten. Ik ben eigenlijk vrij zeker dat ik er meer moet gaan bijzetten. Maar dus als je van de security komt, dan kun je vanaf hier of naar deze dingen gaan die nog niet open is. Of eigenlijk hier de gelijkvloers, de platte roltrappen, zal ik het zo even noemen. Wolkenliters, zoals ze het in het Engels zeggen. Eigenlijk op een brug over heel de luchthaven. Een heel brug zo erover. En dan hier de ene dingen temmen. En ja, is niet echt ingericht, hè. Zit niet veel aan, maar dat omdat het eigenlijk nog redelijk basic is. Mijn luchthaven. Dat het me gewoon zo gigantisch is. Dat is de B-dingen. De B-vleugel. Hier is de staff room. Met er beneden de baggage. Voor de onderste rij om standen. Dus eigenlijk de 1 en de 2 van alle vleugels. Dus de D's en de D's en de D's en de D's. Omdat ze eigenlijk niet allemaal op zo'n hele rij niet op één baggage bay past. Zegt de game. Maar ja, dus de als je hier beneden is momenteel een toilet, twee toiletten en een paar koelkasten, ja, automaten, zitbankjes. Dit is eigenlijk het enigste overblijvende deel van de originele terminal. Dat kun je ook aan de vloer zien. Hier was security vroeger. Check-in was hier. Hier waren de gates. Dat is eigenlijk zoals het in de tutorial gezegd wordt. Hè. Hier was ook een toilet dat ik ondertussen al heb uitgehaald met eigenlijk het overschakelen naar deze setup. Ja, hierboven heb ik al eens even bezig geweest met wat stoeltjes neerzetten. Weet niet waarom dat deze dingen hier eigenlijk nog staan. Ik weet zelfs niet eens waarom dat ik hier eigenlijk mensen rondlopen. Even pauzeren. Dan gooi ik het wat vlotter. Maar ik was juist eigenlijk begonnen met. Ja. De baggage bay stond niet echt centraal. Dus die was ik bezig met die over te schuiven. Daar zal ik even mee wachten. Ik zou eigenlijk. Ja, deze heb ik ook eigenlijk juist nog zitten overschuiven. Vandaar dat hier een paar trucks vaststaan. En dat er hier een ook niet goed staat. Ja,
Hier is dan die ene baggage bay. Qua ondergronds dingen heb ik het eigenlijk één grote loop gemaakt. Nee, de check-in is hier. Nee, de check-in desks zijn hier. De bagage gaat dan hier op de band van eigenlijk. De komt eigenlijk op dezelfde band uit als de bagage die daar de nog moet naar de baggage claim gaan, hè. Dus wat eigenlijk hier is, met hier een paar till trays. Je hebt gewoon nog eens verdelen naar waar dat moet. Ja, en dan de dingen die dan naar het vliegtuig moeten. Als de save game, als het save voorbij is, gaan dan verder hier. Hè. Dus degene die daar. De arrivals komen hier naartoe en die gaan dan hier op die baggage base. Of naar hier, naar deze. Met dan de departures, die volgen hier de dingen. Gewoon hier naar boven. Door de. Hoe noemt dat hier? Small generic conveyor belt scanner, hè? Dus scanner. Diegenen van de laagste die komen dan hier op deze dingen en die gaan dan zo naar die standen. Daar is het gewoon hier door. Dat is nog een ding van de overgangsfase. Dat mag je niet eens weg. Hup. Maar dus hier gaat een ding verder. Ja, hier is trouwens de tunnel. Die gaat hier ondergronds. Of dan hier naar de catering dingen te gaan, of nog verder onder de grond zijn even een turken te maken naar hier. Of dan hier de checkpoint. Ook wel belangrijk. Hè. Maar voor de rest gaat de conveyor hier dus rechtdoor. Die lag hier eerst. Maak hem hier een hoek. Gaat hij zo recht omhoog. Tot eigenlijk helemaal van boven. Hier dan een tilt tray. Dat hem omhoog voor de deze gaat. En opzij voor de rest. Hier komt dan ook de nieuwe pij. En dan gaan we zo heel een tijd verder. Dus eigenlijk is het gewoon één grote loop. Een grote cirkel eigenlijk rond de luchthaven. En hier gaat dan terug naar beneden op het moment. Hier heb ik nog geen baggage, dingen gezet. Die gaan hier dan terug helemaal naar beneden, de bagages. Dat zijn dan degenen die naar de claim gaan. En dan zijn we hier terug. Hè. Je ziet hier ook zo heel de tijd stukjes dingen die daar onder de taxibanen onderdoor gaan. Eigenlijk onder de bruggen door. Hè. Dus de voertuigen gaan ondergronds onder de taxiway. Eigenlijk om zo min mogelijk gevarenpunten te creëren. Dus, of mogelijke ongevalpunten tussen voertuigen en vliegtuigen. En heel veel dingen van ondergronds. En bovengronds hier. Dat is eigenlijk gewoon. Normaal zou dat vliegtuig er gewoon tegenknallen, denk ik, als je dat op het eerste verdiep zo'n gigantische brug zet. Maar dat is bijzaak. Dan zouden we kunnen op het derde of het vierde moeten gaan zetten. Maar op het tweede en het derde heb ik bijvoorbeeld nog niks.
staan. Ook niet op Twitter. Nog totaal niks. Daar zat ik eigenlijk te denken over dan eventueel de lunches te gaan zitten in het vervolg. Dan moet ik wel nog zien. Dan moet ik de eigenlijk ook al bekende standen gaan assignen voor specifieke airlines. Voor er eigenlijk voor te zorgen ben. Hey, kom bij ons. Maar dus hier van 20 vrij, 20 vrij, 20 vrij. 15 vrij, 20 vrij. Amai, zoveel vrije plekken. En dat is misschien ook omdat ik een groot deel van mijn voertuig al heb geassigned aan eigenlijk vliegtuigstanden. Ik heb 240 voertuigen, hier 11 vrij, hier 0 vrij. Wat heb ik hier nog? 20 vrij, 2 vrij, 2 vrij, 6 vrij. Nog een heleboel om rond te rijden. Maar van voertuigen heb ik 30 fuel trucks, 30 baggage trucks. Police car, ambulance, 2 fire trucks, 30 large pushback trucks, 30 belt loader trucks, 30 large belt loader trucks, 25 stair trucks, ook al gebruik ik die eigenlijk niet meer, dus die moet ik eigenlijk nog verkopen. Ja, die staan er nog in. En omdat ik ook maar redelijk recent ben overgeschakeld op de jetways, zoals ze het noemen. 30 catering trucks en 30 aircraft cabin cleaning trucks. Die beltloaders, je ziet dat ze nog in gebruik zijn, ook al heb ik alleen maar large vliegtuigen. Dat is eigenlijk omdat je die beltloader trucks, de gewone, nog nodig hebt voor de Concorde. Bijvoorbeeld. Hè. Zoals je hier kunt zien, hier gebruiken ze de grote niet. Dus hebben ze de kleine nog nodig voor eigenlijk de bagage één per één daarin te gooien. Dat is niet zoals bij die grote Ieren. Ik denk dat het niet nodig is, dan zeker. Nee, niet nodig. Vertraging al. Oké. Die baggage ding was gesloten, maar die kan ik openen. Waarom dat die nog niet open is, weet ik niet. Additional staff to operate. Oké. Er zal wel staf naartoe aan het gaan zijn, zeker. Ik moest eigenlijk nog misschien wat meer verbindingen tussen mijn netwerken zien te voorzien. Hè. Met dat deze misschien wat de nipt is. Lijkt mij zo. Dat even leeg al. Ik zal even deze tot hier schuiven. Dan kan ik hier eventueel nog een tunneltje ondersteken. Dus security. Dat was even emergency response unit. Die kan ik zo zetten. Bijvoorbeeld. Ik ga even pauzeren en dan kan ik zien, hè, kan ik hier een service tunnel down zetten? Ja, oh, wat? Oh, schustigjes. Ja, wat zal ik doen, zeker?
Eigenlijk zou ik hem... Ik zal hem zo zetten. Hup. Ja. Ik zal even de baggage dingen versteken. Weet je wat? Ik ga hem volledig veranderen hier. Dus dan kan ik eigenlijk gewoon deze ook neerhalen. Hoe zit dat hier? Tunnel down. Oeh, my. Wat? Laat dat stukje kunnen steken. Dat is misschien wat te ver. Ik weet zelfs niet eens waarom we eigenlijk hier al naar beneden gaan. We kunnen toch gewoon zo verbinden en dan hier zo ondergronds gaan. Waarom denk je hier nu pas aan? Am I really that stupid? Of zelfs gewoon deze daar zetten? Wat? Waarom kom ik er echt nu pas echt in? Ja. Even alle voertuigen eruit laten gaan. Hè. Yep. Als ik dan een checkpoint. Zal ik hem hier zetten? Ja. Dat gaat dan zo gaan zeker. Yep. Weg. Hier, public road. Ik zie het al beginnen. Zo. Zo, hup. Dat dan de deur weg. Dan hier een tunnel beginnen steken, zeker. Of waar kon ik dan? Ja, ik zal hier een gewone tunnel down. Die is ook langer zeker. Oh, deze kan dan ook weg. Hup. Even zo doen. Deze kan trouwens ook weg. Deze ook. En dan deze ook. Hup. Even zo heel dat netwerk weghalen. Eens zien, hè. Wacht, de down. Hup. Hup, zo. En dan terug de neerwaarts. Up. Down. Zo. Up. En dan dit stuk weg. Dan mocht het al wat minder ingewikkeld, denk ik. En dan nu eigenlijk nog gewoon deze ding hier een beetje ondergrond wegwerken. Dus ik kan het gewoon even zo doen. Escalator down. Zo. En dan een up. Zo. En een high speed conveyor. Zo.
even dat stuk ertussen te halen. Hup. Dan steek ik daar ineens een stuk onder de grond meer. En dan kan ik hier een verbindingsje maken. Hup. Hupla. Ja. Saving. Ik zal nog even een beetje door doen, maar dan kom ik het alweer bekend gaan afsluiten. Hup, kan ik hier nu twee dingen zetten? Hutla. Een plek van zo 1 en een redelijk wat plek verborgen hebben, hè? Voilà, onbruikbaar hebben. Twee extra garages. En ik heb al zitten proberen voor eigenlijk hier op het gelijkvloer eigenlijk dingen te steken, maar ik vind eigenlijk niet een goed ding om daar te steken. Al die gelijkvloers. Ja. Er zit van een 2 miljoen aan gebouwen dat ik eigenlijk niet gebruik. Omdat eigenlijk alles erboven gebeurt. Snappy. Dus als je wel ideeën hebt voor het gelijkvloers, laat het zeker even weten. En vergeet zeker niet te liken en te abonneren en dan zie ik jullie in de volgende. Hadoei.